Hi, met Bram van Kamer 12. Ik heb helemaal geen warm water. Vandaag in de vlog een koude douche en een ontdekking. Hij is al open. Zeg maar dat lipje wat er zo overheen zit, was heel voorzichtig een klein beetje open gedaan. Post voor Kai staat erop. Dat is leuk. En dan staat er: voeg de aardappel toe en bak 5 minuten mee. Is dat dan 8 minuten plus 5 minuten? Zo, wat een soep. Wat een kamer is dit, zeg. Het staat echt staat hoog in mijn toplijstje met mooiste hotelkamers ooit. Het is en heel, gewoon heel stijlvol ingericht. Maar het is vooral die enorme ramen. En het uitzicht op die tuin. En het helpt natuurlijk wel dat het zo'n mooie lentedag is. Die heel zomers aanvoelt. Want ik heb de hele nacht de ramen open gehouden. Dus ik hoorde zo vanmorgen ook de vogeltjes beginnen te fluiten. Dat is nu ook het enige wat je hoort. Dat is toch wel echt fantastisch om zo wakker te worden. En dat vind ik het leuke aan zo'n luxe hotelkamer. Dat je eventjes, ja, kun je een beetje dromen dat je hier woont. Alsof je hier woont. Zou het geweldig zijn om zo'n slaapkamer te hebben, zeg. Ik heb alleen niet echt lekker geslapen, helaas. Ja, dat heb ik soms wel vaker in nieuwe bedden. Het was op zich een heel lekker matras. Alleen, ja, ik begin gelijk met klagen, maar er zijn twee matrassen met een spleet ertussen en er ligt een topper overheen. Maar die topper is heel dun. Dus eigenlijk zodra je ook maar enigszins over de helft heen gaat, dan zak je er gewoon doorheen. Dus ik heb gewoon heel braaf zo de hele nacht aan één kant gelegen. Goed, dat was eigenlijk niet het probleem. Ik had het vooral gewoon heel erg warm. En dat is vreemd, want ik had dus de hele nacht het raam wagenwijd openstaan. Misschien dat er ergens een verwarming aan staat. Dat ik die niet heb gezien, want ik zie ook nergens een verwarming. Ik had wel gelezen dat de verwarming... Oh jawel, daar is wel een verwarming. Ja, misschien staat hij wel te loeien. Waarschijnlijk is het gewoon helemaal mijn eigen schuld, omdat ik gewoon in bad ben gegaan en heel warm in bed ben gaan liggen. Ik had misschien nog eventjes een cool avondwandelingetje moeten maken. Voor wie de vorige vlog niet heeft gekeken, ga even de vorige vlog kijken. Maar ik ben dus vandaag in Lage Vuursen. In een heel mooi hotel met een heel lekker bad waar ik misschien zo nog even in ga. Red ik dat? Ik moet om 11 uur uitchecken. Maar ik moet ook om 11:50 bij het gemeentehuis in Hilversum zijn. Om een nieuwe paspoort aan te vragen. En het is wel een half uur fietsen vanaf hier. Ja, en ik was hier gewoon zonder duidelijk doel na. Om een beetje te even lekker weer tot rust te komen. En even lekker alleen te zijn. Ja, dat is heel goed gelukt. Gisteren gewandeld. Heel lang in bad gezeten met dat fantastische uitzicht. En die zonsondergang. Toen hier heel lekker buiten in het restaurant gegeten. Toen heb ik een heel leuke film gekeken. King of Staten Island. Met Pete Davidson. Zeer vermakelijk. Wel een beetje lang. En ik had geen snacks gekocht. Dat was wel jammer. Dichtstbijzijnde supermarkt was weer terug in Hilversum eigenlijk. Dus toen heb ik me toch maar vergrepen aan de snacks uit de minibar. Maar er was, ja, was één zo'n chocoladereepje. Was €6,50. Die heb ik gewoon lekker opgesmikkeld. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou goed, ik ga ook wel die Pringles opeten. Zo'n busje, minibusje Pringles, ook €6,50. En toen maakte ik die open. Toen zag ik, hij is al open. Zeg maar dat lipje wat er zo overheen zit. Was heel voorzichtig een klein beetje open gedaan. En er waren gewoon heel veel Pringles uit. En ik proefde er nog eentje. En die waren allemaal heel, ja, waarschijnlijk staat die er al best wel lang. Want het ziet er dus heel erg uit alsof die nog dicht is. Maar iemand heeft gewoon stiekem die Pringles uit zitten stelen. Ja. Nu ben ik natuurlijk bang dat ik er straks voor moet gaan betalen. Maar dat gaat mooi niet gebeuren. Wie doet dat nou? Dan ben je toch zo ontzettend... Kijk, aan de ene kant vind ik het ook echt absurd dat van die simpele snacks zo duur zijn. Omdat ze in een minibar zitten. Dus ik snap misschien wel dat je er een beetje baldadig van wordt. Maar sorry, maar dan slaap je in een hotelkamer die normaal gesproken iets van €400 per nacht kost. En dan ga je zo stiekem wat Pringles jatten.
Of zou de schoonmaker het hebben? Ja, ik vind het een beetje dom. Ga maar iets te ver. Ja, toen om 1 uur ben ik gaan slapen. Vaak wakker geworden. Heel lang gezocht naar een goede positie om in te slapen. Niet echt gevonden. Maar goed. Ik ga eruit. Ik ga koffie zetten. Misschien nog even in bad. Er komt helemaal geen warm water meer uit. Het is koud. Als ik hem op zijn heet zet, dan stopt het gewoon. Dit is de douche. Ja, het is ook ijskoud. Shit. Heb ik het warm water opgemaakt? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Er komt geen warm water meer uit de kraan. Bad, de douche. Dat is wel opmerkelijk. Nou hadden ze me een QR-code gegeven. Dat link naar een WhatsApp-chat. En hij zei gisteren, daar kun je ons altijd op bereiken. Voor vragen. Dus, ik heb nu een berichtje gestuurd. Goedemorgen, Bram uit kamer 12 hier. Ik krijg geen warm water meer uit de douche of bij het bad. Is er iets mis? Ik kreeg terug, leuk dat je ons een berichtje stuurt. We gaan ermee aan de slag. Dus laat je naam en kamernummer achter en vertel hoe we je kunnen helpen. Dat heb ik net gedaan. Stomme chatbot. Oké, wel irritant. Ja, ik zit natuurlijk te denken, heb ik zelf gisteren het warme water opgemaakt met mijn bad? Maar dat was niet zo, want er kwam echt nog heel warm water uit aan het einde. Nou, op WhatsApp reageren ze in ieder geval niet. Ik zal maar bellen. Ja, dan ligt hier niet een... Zoals in ouderwetse hotels, dan heb je zo'n telefoon waarmee je heel makkelijk de receptie kan bellen. Dat is hier niet. Ga ik ze maar gewoon bellen. Voicemail niet beschikbaar voor dit doorkiesnummer. Oh. Oké. Dat is niet goed. Ja, ik heb geen zin om in deze toestand naar beneden te lopen. Hé, wat een vervelende plot twist is dit. Niet beschikbaar voor dit doorkiesnummer. Oké, ja, ze zijn officieel nog niet open. Oh. Kijk, hier ook. Koud water. Doet het. Dan zet ik hem warm. Stopt het gewoon helemaal. Het is ook echt ijskoud water. Hi, met Bram van kamer 12. Ik heb helemaal geen warm water. Oké, hij zei, dat is raar. Dat vind ik al hoopgevend, dat hij niet zegt van, oh nee, niet weer dit. En gaat iemand bellen die er is, want hij was er zelf nog niet. En blijkbaar beheert hij een soort van de nachttelefoon. Ja, ze zijn dus verder niet bereikbaar in de ochtend. Ik krijg voicemail of geen gehoor. Oh, ze zijn aan het typen in de chat. Beste Bram, staat er tot nu toe. Spannend. Ik hoop niet dat ik een koude douche moet nemen. Ze zijn lang aan het typen. Wat ongelooflijk ongelukkig dat het warme water niet werkt. We hebben een monteur bij onze boilers op het moment. Het zal even duren voordat het water weer verwarmd zal worden, ben ik bang. Kan ik eventueel een ontbijt op de kamer aanbieden ter compensatie van het ongemak? Klap in mijn gezicht. Dat is inderdaad erg vervelend. Hey, goedemorgen meneer. Mogen we binnenkomen? Zeker, kom in. Als excuses voor het ongemak. Als je voor koud water houdt, ik heb ook een ijsbad staan als je wil. Het ziet eruit als een lekker ontbijtje. Ik mag ook nog een warm gerecht kiezen. Een brioche met gepocheerd ei. Oh, het klinkt wel heel lekker zeg. Een brioche met roerei. Of American pancakes. Dat is wel lekker, maar ik zie er een beetje tegenop. Want ik kan zo niet over straat of naar het gemeentehuis. Dus ik moet eventjes mijn hoofd onder die douche steken, toch op zijn minst. Ik ben blij dat ik gisteravond nog in bad ben geweest. Dat ik niet dacht van, oh, dat doe ik morgen wel. Een schattig klein botertje. Ja, ik kreeg dus nogmaals excuses. Ja, ik neem aan dat het een storing is of zo. Maar het zou natuurlijk ook kunnen, het is maandagochtend, dat ze hebben gedacht, we plannen dat onderhoud. Is het eigenlijk? Is het jam of ketchup? Jam. Dat ze hebben gedacht, we plannen dat onderhoud op maandagochtend. En toen kwam er nog ineens een soort last minute een of andere gek van zondag op maandag logeren. Ik, voor de duidelijkheid. En dat ze toen dat onderhoud met die boiler al hadden gepland. En toen vanmorgen dachten, we hebben nog een gast. Dat dachten ze dus eigenlijk niet. Waarschijnlijk toen ik belde, heeft wel iemand gedacht, ik hou normaal gesproken niet zo van dingen gratis krijgen. Zeg maar, ja, tenminste, ik hou natuurlijk wel van dingen gratis krijgen, maar ter compensatie van iets of zo, een tegoedbon voor iets, kan ik allemaal niet zo goed tegen. Of korting op iets. Dat vind ik dan toch ongemakkelijk om dat ook echt in te wisselen. Maar in dit geval denk ik wel een beetje, ja sorry, maar je bent een hotel en je hebt geen warm water. Dat gaat wel vrij ver. Lekker yoghurtje met jam en krusli.
Dit is wel erg lekker. Nou, nog een soort cake of zo. Nou, ga ik nou ook nog vragen om een broodje ei? Deze tekst ook. Goedemorgen, hopelijk heb je vannacht lekker geslapen. Nee! Voor je is een plateau te zien met heerlijke lekkernijen om de dag goed te beginnen. Weet je wat een goede manier is om de dag te beginnen? Een lekkere warme douche. Daarnaast heb je de keuze uit een van de volgende warme gerechten. Ik wil geen warm gerecht, ik wil een warme douche! Nou ja. En een kleine domper op de feestvreugde. Dat is wel echt jammer. En ook nog een passievrucht. Dat is wel echt een lekker yoghurtje. Maar hij zei, als je van kou houdt, dan heb ik ook nog een ijsbad voor je. Dus daar zo'n hoekje met een soort spa, een sauna en een hot tub. Ja, die wordt nu natuurlijk ook niet heet, denk ik. Hoewel, hoe werkt dat eigenlijk? Ik sla even over. Wel een gewaagde grap trouwens. Misschien had hij door dat ik er zelf ook vrij luchtig over deed. Ik dacht, het heeft ook geen zin om tegen deze mensen nu heel boos te gaan worden. Nou, even denken of ik nog een broodje ei ga nemen. Ik ga eerst even proberen koud te douchen. Doe ik het raam wel even dicht, anders bevries ik daarna helemaal. Handdoek klaarleggen. Oeh, daar ga ik. Wat doe ik? Oké, dat was het. Oh. Kort maar krachtig. Het was zo koud. Het is ook niet een beetje lauw of zo, dat de mooie dag een beetje doet. Het is gewoon helemaal. Oh. Ja, misschien ga ik thuis ook even warm douchen. Want dit was niet best. En dan onder zo'n regen douchen, het helemaal zo. Oh. Prima feuntje. Ik ben toch heel blij, misschien toch mijn vooruitziende blik gisteren, dat ik gisteren op zondagmiddag al mijn pasfoto heb laten maken voor mijn nieuwe paspoort. Nou, ik voel me nu toch iets minder fris nu ik niet heb gedoucht en, nou ja, op zich, zo zou het ook wel kunnen, maar ik kwam met een hele aardige dame nog een gepocheerd eitje brengen. Zo, dat is wel een lekker eitje. Goed, het was een koude douche, maar een heerlijk ontbijtje. Ik zei gisteren dat in alle recensies stond dat het hotelontbijt hier zo karig was. Daar was nu niks van te merken, maar dit was volgens mij het ontbijt op de kamer waar je voor kan kiezen. Ik weet niet wat er normaal gesproken kost. Ik moet zo nog mijn eten van gisteren afrekenen. En de snacks die ik uit de minibar heb getuped. Zou ik daar ook nog een korting op krijgen? Het was verder een perfect verblijf, dus... Maar ja, warm water is toch wel vrij essentieel om het een beetje comfortabel te maken. Ze hebben hun best gedaan, waarschijnlijk konden ze er verder ook niet zoveel aan doen. Ik ga uitchecken en dan terug naar Hilversum fietsen, naar het raadhuis, of naar het stadskantoor eigenlijk. Het is 12:30 fietsen en ik checkte net nog even voor de zekerheid wat de tijd was. Ik had dus 11:40 in mijn hoofd, maar het was 11:20. Dus ik ben blij dat ik het nog net op tijd checkte. Want nu kan ik gewoon rustig fietsen en dan ben ik nog wel op tijd. Maar 11:40 is de eindtijd. Wat lang, 20 minuten. Misschien gaan ze me wel opnieuw meten. En op mijn paspoort van nu staat dat ik 1,98 meter ben. Maar volgens mij is het eerder 1,96. Dus dan... Alright. Zou het koud zijn? Het ziet er wel lekker uit, maar... Ik doe wel even mijn trui aan voor op de fiets. Het is wel lekker zonnig weer. Ja, het is gewoon echt alsof de zomer is begonnen in april. Wel een beetje raar. Er wordt getrouwd op maandagochtend bij het raadhuis en de brandweer.
maandagochtend niet het goedkoopste trouwmoment. Een helikopter. Nou. Ik ben heel netjes op tijd. Oh, niet mijn telefoon vergeten. Het is namelijk 10:08. Mocht trouwens bij het uitchecken weer heel relaxed aan zijn bureautje komen zitten. Nou, hij was een andere man, maar heel aardig. Nogmaals excuses gekregen. Hij heeft uitgelegd dat de boiler hadden ze al problemen mee gehad. Maar ze dachten dat hij het nog wel ging houden. Was het een smoesje? Was het de waarheid? Ik weet het niet. Ik denk nog steeds dat het gewoon onderhoud was wat ze al gepland hadden op maandagochtend. Maar goed, dat is mijn theorie. En ik moest mijn eten van gisteren gewoon betalen. Nou, vind ik ook heel normaal. En ook mijn snacks uit de minibar moest ik gewoon betalen. Ja, daarvan had ik nog wel gedacht, geeft hij er nog even bij. Maar goed, het ontbijtje was erg lekker, dus dat maakte heel veel goed. Nu ben ik bij het stadskantoor. Toch jammer, heb je zo'n mooi raadhuis? En dan moet je eigenlijk altijd hier zijn. Het is 11:23 en ik sta weer buiten. Dus het is heel snel gegaan. Ik had zowel een ID als een paspoort aangevraagd. Dat was ik even vergeten. Dus was wel een duur grappie. Wel heel handig om te hebben. Ik vond het irritant om altijd zo met dat paspoort te moeten slepen. Ik weet nooit. Romantisch. En dan ga ik nu nog even een pakketje ophalen. Wat ik al de hele week vergeten ben. Volgens mij is vandaag de laatste dag dat het er nog ligt. En dat is een heel leuk pakketje. Vooral voor Kai. Ja, dat heeft hij inmiddels wel verdiend. Na zijn ziektebed van vorige week. Hier mag je niet fietsen. Hier mag je ook niet fietsen. Autorijden mag zeker niet. Hier zit een nieuwe koffiezaak, Lennox. Leuk uit, maar dan is de slogan jouw koffiespot, lunchcafé en happy place. Ja, sorry, maar dan ben je mij kwijt. Lunchcafé, prima. Koffiespot, prima. Maar happy place? Dat bepaal ik zelf wel. Wat is dit voor chaos? Kan ik er tussendoor? Ja. Hallo, zijn er hier nog poesjes? Hey, hallo. Hey poes. Hey Siri, doe de gordijnen open. Oh ja, mijn bril heeft geen Siri. Zo, ik ben er weer hoor. Post voor Kai staat erop. Dat is leuk. Kom even in beeld. Oeh, je ruikt het al. Kijk eens even. Een pretpakket. Je favoriete snoepjes. Oh, dat is... Het is een pakket van Kai's eigen sponsor, perfectekat.nl. Beste Kai, tussen haakjes en Bram, hierbij een leuk pretpakket. Wat zit erin? Een kunststof slow feeder. Doe hier brokjes snacks / natvoer in en de kat zal daar hierdoor minder snel schrokken. Bol met inkepingen is een snackbal. Ah. Matatabi knuffelstokje. Kauwen en spelen. Veel plezier mee, liefst Desiree. Hier was die vorige keer echt helemaal gek op. En een doos. Ja, dat moet je bij katten niet onderschatten. Dat de doos is altijd het grootste cadeau. Dan kan ik dus in dit balletje ook een snack klemmen. Zo, misschien is deze net een beetje groot. Nee, niet uit het bakje eten. Zo heb ik je niet opgevoed. Oh, dat is nog best wel een gefrunnik. Ik heb 2 snacks erin gepropt. Snackbal. Oh, wat vind je hiervan? Piep, 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 piep. Hij is even een beetje overgestimuleerd. Dankjewel. Oh, dankjewel Desiree voor de leuke speeltjes en het snoepjes en het bakje. Mocht je ook interesse hebben daarin, perfectekat.nl, daar komen ze vandaan. Daar heeft zij een webshop. Kai is er heel blij mee, ook al lijkt dat misschien nu niet zo, maar hij heeft altijd even tijd nodig om het te verwerken.
Ik heb al 2 klopjes op gratis koffie, dus duur nog eentje. Pijn in mijn rug. Toch van dat bed, denk ik. Niet zo goed gelegen. Ik heb even heerlijk zitten eten, wou ik zeggen. Maar ik bedoel werken. Echt heel goed ging dat. Ik ging de vlog over Pasen monteren. Dat voelt voor jullie alweer als een eeuw geleden natuurlijk. Maar. En dat was er eentje met heel veel materiaal. Op mijn telefoon, op mijn zonnebril, op mijn camera, foto's. Nou ja, en dat is aan de ene kant altijd heel leuk. Dat ik denk, oh yes, dit wordt een makkelijk te monteren vlog. Want ik heb veel keuze, ik kan kritisch zijn. Maar aan de andere kant zie ik er altijd een beetje tegenop. Omdat ik weet, dit wordt heel veel werk. Want ik moet al dat materiaal doorspitten. Nou, dat is gelukt. Ik hoef alleen nog de muziek. Dat doe ik dan lekker vanavond. Inmiddels heb ik behoorlijk veel trek gekregen. Maar is het weer echt zo'n tijd? Ja, tussen lunch en diner in. Lunner zou ik het willen noemen. Ik zou echt iets willen eten. Dus ik dacht, ik ga even, de zon schijnt lekker. Ik ga even een snackje halen bij de supermarkt of bij het tankstation of bij de snackbar. Oeh, de zon gaat helemaal schijnen. En dan loop ik even lekker het bos in en dan ga ik daarna boodschappen doen en nadenken over wat ik ga eten. Want ik kan gewoon niks verzinnen. Gisteren pasta gegeten. Oh nee, het was niet echt pasta. Het was een soort lasagne, maar dan met aubergine. Ah, wacht. Ik dacht, ik ga niet 2 dagen achter elkaar pasta eten. Maar dan kan ik gewoon pasta eten. Ik ga er in het bos even over nadenken. Ik ga eerst even naar buiten en wat eten. Zou ik nog steeds mijn korte broek aan kunnen houden? Ik zie niemand buiten met de korte broek, dus nee. Lange broek. Dus heb ik allemaal dezelfde jas. Opmerkelijk. Hoe warm is het nu? Het is momenteel 19 graden. Oh, dat kan toch wel? Oké, Linner is vandaag een broodje kroket. Oh, waarvan ik nu de kruimels in mijn tas gooi. Nou ja. En dat onder deze boom. Ik weet niet wat voor boom het is. Maar het is hier erg mooi. Pekanneutboom of een vleugelnoot. Dat was een lekker van Dobbe kroketje. Ik maak nog even een klein wandelingetje.
En dan ga ik weer terug naar huis. Goh, wat een genot is het toch om weer zoveel buiten te zijn. Nou, ik heb het idee dat ik in de winter toch ook nog wel echt mijn best heb gedaan om veel te wandelen, veel erop uit te gaan. Maar dan is het gewoon, ja, dan is het gewoon veel minder leuk en mooi. En je voelt het helemaal soort, ja, in de winter heb je het gevoel dat de natuur een soort tegen je is. En nu voel ik me helemaal soort één met de natuur. Ik zag een grappige TikTok vandaag van iemand die... Het eerste stukje was dan... Ik ben een gecompliceerd persoon met ingewikkelde gevoelens. En dan vervolgens, als de zon gaat schijnen, is alles weer goed. Ja, het helpt wel een hoop. Dat was een lekker fiets/wandeltochtje. En ik heb bedacht wat ik ga koken. Namelijk witlofsoep met stokbrood. Een ui. Maïzena gaat er blijkbaar ook in. Dat is gewoon een recept van Albert Heijn. En het is dus altijd dan heel handig dat je zo uit de Albert Heijn app gewoon het recept zo voeg toe aan boodschappenmand. En dan voegt hij de juiste producten toe. Bijvoorbeeld, ik was op zoek naar de paddenstoelen bouillonblokjes. Maar ik wist niet hoe die eruit zagen. Dus dan vroeg ik ze toe en dan kan ik zien hoe de verpakking eruit ziet. Ik kon ze alsnog niet vinden, want ze hadden ze niet bij mij. Witlof natuurlijk. Gruyère. Boter. Komkommer, maar die is niet voor de soep. Slagroom. Het wordt niet echt een gezond soepje tot nu toe. Aardappels. En snoep. De snack waar ik gisteravond zo'n behoefte aan had, die er niet was. Maar wat dus nieuw is in de Albert Heijn app, ja, het is moeilijk om het niet als een reclame te laten klinken, maar ik was er wel enthousiast over. Heel vaak bij een recept staan natuurlijk ingrediënten die je al in huis hebt, zoals olijfolie of bloem of boter. Nou ja, dat was dus niet, in mijn geval was die wel op. En nu stond er dus ook bij toen ik het aan mijn winkelmandje / boodschappenlijstje toevoegde. Olijfolie, die heb je waarschijnlijk nog in huis, omdat ik die kan, ja, Albert Heijn kan natuurlijk zien dat ik die recentelijk nog gekocht heb. Alleen, hoe weet hij dat het nog niet op is? Ik heb alleen nog helemaal geen trek, dus ik ga hier straks mee beginnen. Ik ga eerst nog even werken. Of zou ik nog even in de zon zitten? Ja, mijn werkdag is wel heel relaxed. Sorry voor iedereen die vandaag een kantoorbaan had en naar buiten keek en dacht, ik wil naar buiten, het is wel luxe. Hopelijk, gemeen, hopelijk geniet je ervan om mij in de zon te zien zitten. Mooi, oh, een delicatesse. Oké. Ik had het recept even van tevoren moeten lezen natuurlijk. Maar het is soep, wat kan er misgaan? Houd 1/4 van de witlof apart. Oké, wat gaan we daarmee doen? Oh. Ze willen dat ik aan het eind nog een soort wat rauwe witlof eroverheen doe. Nou, mij niet gezien. Boter in de pan. Hop. In de lengte door midden. Ik hou erg van witlof. Ik weet dat er mensen zijn die er helemaal niet van houden. Maar ik heb wel eens een recept gegeven voor witlof. Zo heel lang, langzaam stoven in de boter. En dan tijm en honing eroverheen. Nou, als je daar niet van houdt, dan bak je zo de onderkant. Zo dit bak je helemaal zo aan. Dat gaat helemaal karamelliseren. Dat is echt onweerstaanbaar. Kernen eruit. Dat hoeft dan bijvoorbeeld ook niet. En dan? Wat zijn dit? Oh. Grof. Ik neem aan dat we het nog gaan pureren, toch? Ook dat had ik eventjes van tevoren moeten lezen. Pureer de soep, ja. Oké, nou dan maakt het echt geen reet uit wat ik hiermee doe. Lekker veel witlof. 500 gram of voor mij zelfs iets meer. Misschien nog iets meer boter dan. Ik heb grasboter gekocht. Wat is grasboter in godsnaam? Koeien die gras eten, maar eten niet alle koeien gras? Wel bio. Hats. Uien erbij. Snipperde uien. En schilde aardappelen.
Ja, dat doe ik niet aan. Nee, nee, nee. Ik had het vorige week met Linda over restaurants waar we recentelijk waren geweest. En toen vertelde ik over dat restaurant in Utrecht waar ik met de vriendengroep was geweest. Bunk heet het volgens mij. Niet de bank Bunk, maar Bunk met een K. Ze hebben ook een hotel in een heel mooie oude kerk. En, maar het eten was echt best wel raar. Het was zo'n restaurant van, bent u bekend met ons concept? En dan moest je allemaal kleine gerechtjes delen. Maar ze raden ons aan om 6 voorgerechten te nemen. Nou, dat was veel te veel. We hadden volgens mij 4 en toen hadden we eigenlijk al geen zin meer in het hoofdgerecht. Ah! En waarom zou ik die ui gaan snipperen als ik het straks allemaal ga pureren? Daar gaan we ook niet aan beginnen. Het idee van soep is wel dat je het jezelf een beetje makkelijk houdt, maakt. Maar toen kwam het hoofdgerecht en ik had een soort stampotje besteld van pastinaakpuree. Nou, hoppa. Zo, misschien moet ik een keer een grotere soeppan kopen. Nou ja, hoewel, hier kan al meer soep in dan ik ooit in mijn eentje op kan. Maar goed, het is zo lekker om in zo'n grote soeppan te werken. Goed, die pastinaakpuree. Op zich was wel een leuk concept dat je zeg maar je... Het is allemaal vegetarisch, maar je kon voor een meerprijs er wat vlees bij krijgen. Bijvoorbeeld bij die puree kun je dan worst krijgen. Rookworst of braadworst. Ja, in ieder geval worst. Ik dacht, nou lekker, pastinaakpuree met worst. Toen kwam het vlees en het waren echt flinterdunne, echt 4 flinterdunne plakjes rookworst. Toen hadden ze heel circulair, of hoe noem je dat, hadden ze ook de schillen van de pastinaak gebruikt in de puree. Die hadden ze zeg maar gefrituurd of heel hard gebakken. Ik weet niet wat ze hadden gedaan, maar het was hele taaie, maar wel krokante pastinaakschil. Ja, ik zei dus tegen Linda van ja, sorry, maar ik hoef niet de schillen van mijn pastinaak te eten. Zij zei ja, maar als je aardappels eet, patat of gebakken aardappeltjes, of in mijn geval ook gewoon bij mijn puree of mijn gekookte aardappelen, dan is het best lekker als de schil er nog op zit. Ja, dat is wel een goed punt. Maar kan je vertellen, pastinaakschil is niet lekker. Tenminste, ik vond het daar niet lekker. En het was ook zo'n rustieke puree met allemaal van die harde stukken nog erin. Nee. Ik hou er eigenlijk wel van. Ik hou erg van aardappelpuree. Maar ik hou er wel van als het helemaal lekker boterzacht is. Oh, ontsnapt een stukje ui. Oké, dit ga ik 8 minuten bakken. Oh, ik dacht waar is mijn theedoek? Oh, voeg de aardappel toe en bak 5 minuten mee. Gewoon een rauwe aardappel bakken? Oké. 300 gram. Zal ik ze dan toch even schillen? Oké. Zoveel moeite is het eigenlijk ook weer niet natuurlijk. Ik heb ook echt een heel lekkere dun schiller, dus het is ook best wel een bevredigend klusje. Het staat dan lekker te pruttelen, te roeren. Oh, ik heb geen timer gezet. Dus dat kook het in 8 minuten zacht en zoet. En dan staat er, voeg de aardappel toe en bak 5 minuten mee. Maar is dat dan 8 minuten plus 5 minuten? Of moet je na 3 minuten die aardappel erbij doen en dat het dan nog 5 minuten mee kookt, bakt? Als ik ooit, volgens mij heb ik het al eens gezegd, als ik ooit een kookboek zou maken, ga ik echt zo exact beschrijven wat je moet doen, dat er gewoon geen enkele twijfel over bestaat. Het is toch heel vaak in recepten dat je, als je niet goed leest, dat je toch net mogelijk iets verkeerd doet. Of als je juist heel goed leest, dat je eigenlijk niet meer weet wat er staat. Schil de aardappel en snij in gelijke stukken. Hoe groot zijn die stukken? Wat is handig? Wat werkt het beste? Iemand heeft deze recepten toch getest, neem ik aan. Er werkt toch een of andere chefkok bij de Albert Heijn die allerhande recepten eindeloos test. Zou dit al zacht en zoet zijn? Het ziet er wel lekker zacht uit al. Ja, het is gewoon gebakken witlof met ui en boter. Op zich al lekker. Eigenlijk zonde om te pureren. Ik ga eens even proeven of het al zacht en zoet is. Het heeft nog wel een beetje een bite. Maar ik doe de aardappels erbij. Oh, ontsnapt een stuk witlof. Snij ondertussen het stokbrood in blokjes. Oh ja, ze willen dat ik iets met stokbrood ga doen. Maar ik heb geen stokbrood gekocht. Ik heb knoflookbrood gekocht. Dan moet je dan kaas, olie, peper, dan bakken en dan halverwege omscheppen. Oh, je maakt een soort croutons.
Ja, ik hou niet zo van croutons. Er zijn steeds meer dingen waar ik niet zo van hou. De meeste mensen gaan toch juist als ze ouder worden steeds meer lusten. Ik heb juist dat ik steeds meer dingen heb en denk ik, nee, echt niet zo lekker. Croutons is gewoon zo, ja, ik kan er niet goed tegen. Mijn gebit niet aan. Maar dat knoflookstokbroodje is wel lekker erbij. Hoeveel, hoe lang? 8 tot 10 minuten. Oh, dat duurt nog wel even. Oké, stokbrood is voor straks. Ja, en dan de bouillonblokjes. Ik kon dus geen champignon bouillonblokjes vinden. Dus ik doe gewoon groente bouillonblokjes. Maar dat is voor straks, want 1,2 liter water. Wat een luxe, hè, als er warm water uit je kraan komt. Ik kreeg allemaal reacties op Instagram toen ik had verteld dat mijn hotel geen warm water meer had. Van mensen die zeiden, oh, een koude douche is juist lekker. Ik ben niet goed wijs. Toch? De mensen meteen geblokkeerd. Nee, maar sorry, dat is niet normaal. Koude, ja, je zag mij struggelen in die koude douche. Misschien dat je eraan went. Misschien een lauwe douche. Dat heb ik nog. Dat in de zomer vind ik het nog wel eens lekker om dan een beetje zo. Eerst lekker warm te douchen en dan een beetje zo frisser af te douchen. Maar ik ga niet onder een ijskoude douche staan. Daar is echt niks lekker aan. Mensen die dat zeggen, die houden echt zichzelf voor de gek. Nou, moet ze lekker doen. Oké. 2 bouillonblokjes erbij. Nu kan het dan niet meer vies worden. Oven voor verwarmen. Verkruimel de bouillonblokjes boven de pan en schenk het water erbij. Breng aan de kook. Oh, en laat 15 minuten op laag vuur koken. Roer na 14 minuten koken de maïzena door de soep. 2 theelepels. Dat is toch om voor de binding? Ik weet niet of ik dat nodig vind eigenlijk. Maar ja, ik heb het nu al gekocht. Had ik misschien nog maïzena? Echt zoiets wat je dan koopt en dan vergeet. Daar zou de app me aan moeten herinneren. Heb je niet nog maïzena? Ja, ik gebruik soms wel bloem om iets te binden. Maar er zitten allemaal aardappels in. Dat bindt toch ook heel erg? Oké, ik moet het even laten koken. Ik ga wel dat knoflookbrood een klein beetje upspicen. Met de gruyère die ik heb gekocht. Ja, niet helemaal voor niks gekocht. Waar is mijn schaar? Waar is mijn schaar? Geen schaar. Waar is de schaar? Huh? Ik had ooit 2 scharen. Oh, de vaatwasser. Oké. Ik knip het bakpapier even ietsjes ronder. Anders gaat het namelijk in mijn oven zo ronddraaien, dat vierkant. En dan blijft het zo zitten en dan valt alles eraf. En dan één grote misère. Zo. Zoiets. Maar ik doe er wel even bakpapier onder, want anders gaat weer al die kaas. Nou, je snapt het wel, denk ik. Niet te weinig. God, gaat het alsnog eraf. Een beetje aan de randjes, dan wordt het een lekkere koek. Oh, gruyère, zo'n lekkere kaas. Nou. Stofzuiger ondertussen. Oké, knip naar 14 minuten later. 14? Wat specifiek? Oh nee, 15. 15 minuten koken op laag vuur. En dan 14 minuten met de maïzena. Hè? Oh, nee, wacht. Roer na 14 minuten koken de maïzena door de soep. Dat gaat dan, neem ik aan, over die vorige 14 minuten. Die dus, als je dit recept van chronologisch leest, gaat dit al mis. Want dan heb je het eerst 15 minuten laten koken. En dan staat er ineens, het mocht maar 14 minuten koken. Ze bedoelen, net als net, voeg de aardappel toe en bak 5 minuten mee. Bedoelen ze, voeg de maïzena toe en kook 1 minuut mee. Maar dat formuleren ze dan weer anders. Maar ja, 14 minuten later. En het is 14 à 15 minuten later. Ik doe er 2 theelepels maïzena bij. Om en erbij. Zo. Ik kan weer in de kast om nooit meer te gaan gebruiken. Die nog even 1 minuutje meekoken. Zo, dat ziet er wel lekker uit, zeg. Soort, ja, het is een soort uiensoep, maar dan met witlof. Even proeven. Zo. Halleluja. Dat is lekker. En dan moet de slagroom er nog bij. Ik zou er misschien zelf nog wat peper bij doen. Beetje zout. En een beetje tijm. Tijm, 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 tijm. Do you have the time? Nee. Oh, jawel. Een beetje tijm. Curry. Misschien ook wel lekker. Ga ik nu iets te veel met het recept aan de haal. Lekker. Echt dat bittertje van de witlof. En ja, gewoon lekker. Dan komt nu mijn favoriete deel. Het pureren. Haalt hij dat? Eigenlijk net niet. Scheiße. Waarom ben ik niet op? Nou, kleine moeite. Deze heb ik ooit van mijn broer gekregen voor mijn 38ste, 37ste verjaardag. Hij is van Bamix.
Ik kan het type nummer nergens vinden. Ik heb echt al uren gezocht. Het is een hele goeie van Bamix. Eigenlijk zijn ze allemaal goed van Bamix. Dus... Oh. Wordt wel echt een dikke soep. Dat komt natuurlijk door die aardappels en de maizena. Ongelooflijk hoe snel dat altijd gaat. Bijna jammer. Ik vind het zo leuk om te doen, maar het is altijd binnen 2 minuten klaar. Proeven. Mm. Echt een aparte soep. Ik twijfel of ik misschien... Ik had de bittere kern van de witlof niet heel groot uitgesneden. Ik twijfel nu of ik er misschien iets meer uit had moeten snijden, want hij is wel... Het bittertje is wel heel sterk. Het is een soort hele bittere aardappelsoep eigenlijk. Eerst denk je, oh lekker, kruidig, zoetig. Dan, dat bittertje komt vrij intens binnen eigenlijk. Maar goed, les voor volgende keer. Oh, breng op smaak met peper en eventueel zout. Een beetje zout nog. Wil ik er niet wat suiker bij doen? Om het bittertje wat te neutraliseren, of werkt dat niet? Wordt het dan gewoon zoet en bitter? Nou, 1 schepje suiker kan nooit kwaad. En dan de slagroom erbij wordt natuurlijk ook wel wat zachter van. Hoeveel eigenlijk? 250 milliliter. Zo, dat is die hele ton. Hatsa. Heerlijk. Ik vind het wel vrij veel slagroom. Nee, de kleur is ook veranderd. Er zal wel lekker romig van geworden zijn. Oh ja. En stokboter klaar. Zo. Beetje mos zit er doorheen, zou ook wel lekker zijn, denk ik. Kijk, en als je nou heel aardige mensen te gast hebt, dan is het natuurlijk wel leuk om er nog wat van die witlofslierten op te doen en jezelf gemaakte croutons en plukje bieslook. Altijd goed. Zo. Echt heel lekker. Oh, die kaaskorst. Die doe ik erop. Hoppa. Dit is een soort uiensoep, mosterdsoep, aardappelsoep. Maar dan lekker bitter. Dus als je van witlof houdt, ga je dit ook lekker vinden. Ik ga mijn soep eten en iets leuks kijken. Ik weet nog niet wat. Maar wat ik wel weet, is dat ik hierbij de vlog ga afsluiten. Want ik ben even helemaal zat om tegen een camera aan te praten. Niks persoonlijks. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Kijk maar even. Zo, wat een soep. Daar was ik weer. Dat was mijn camera vergeten.